Suzanne Voorrips, we staan hier na de finale van de 800 meter die je zojuist gelopen hebt. Ja. Hoe ging het? Niet zo goed, helaas. Ik ben wel een beetje teleurgesteld. Ik had met Sanne afgesproken dat we echt een harde race zouden maken. En zij liep perfect de goede rondetijden, maar ik had het echt de eerste 200 meter al zwaar. Het viel me heel erg tegen. Anderhalve week geleden liep ik in Frankrijk. En een beetje vergelijkbare rondetijden. En toen kon ik echt op de bel nog, was ik nog in control voor mijn gevoel. En had ik echt nog wat over. En nu, ja, de eerste 200 was al moeilijk. En ik moest elke keer aanzetten om nog weer aan te haken. En na 600 was de koek eigenlijk gewoon op. Dus toen was het pijn leiden tot het eind. Maar ja, ik had echt wel veel meer van verwacht dan deze 2-6. Je had dus van tevoren met Sanne iets afgesproken? Ja, we hadden afgesproken dat het hard zou gaan en dat ze in 1.30 door zou komen op 600. Dat lukte haar ook. En mij ook, alleen het kostte me zoveel moeite dat het daarna helaas klaar was. Ik had echt het gevoel dat ik hier, boven mezelf uit zou kunnen stijgen. En dat ik na die 2-4 van 2 weken geleden nog een stapje kon zetten en er 2-3 van kon maken. En wie weet hoe laag in de 2-3. Maar daar was er nu absoluut geen sprake van. Ik was gewoon helemaal niet meer op niveau. En teleurstelling. Ik denk dat ik toch een beetje over de piek van mijn vorm heen ben. Dat het ergens de afgelopen 2 weken iets verloren wat ik toen nog wel had. Dat zat er niet meer in. Ja. Nou ja, jammer dat je die EK-limiet vandaag dan gemist hebt. Maar je gaat nog wel op jacht met. Ja, dit was het ideale moment om het te doen. En gezien dit resultaat was het denk ik voor dit seizoen een te ambitieus doel. Ik sta er nog steeds wel achter dat je gewoon hoge doelen moet stellen die je zou kunnen halen. En ooit gaat het dan lukken. Maar voor nu heb ik voor dit seizoen de hoop al wel een beetje laten varen. Ik ga woensdag nog in Ierland lopen. Wie weet gaat het hard. Ik ga daar gewoon racen, winnen en alle ervaringen die ik hier in indoor mee heb gemaakt, meenemen naar de volgende seizoenen. Hopelijk pak je het volgende doel net wel. Precies. Dankjewel.